Nou, dames en heren, er gaan steeds meer kleine evenementjes door. Zo ook hier WK paalklimmen, maar niet de wereldkampioenschappen, de Weibosse kampioenschappen. En ik moet zeggen, het ziet er gezellig uit. Kijken jullie mee? Ik zie de tiester klaar voor staat en komt hij ook. Ik ga aftellen. 3, 2, 1, go! Kleinere stapjes, jongens, en aan de zijkant, hè. Heel goed, Ties. Jij hebt net geklommen, hoe ging het? Ja, heel goed. Het was wel lastig. Is het nieuwere paal, was even wennen. Maar oefen je dit thuis? Nee. Hier, dus elk jaar doe ik mee en dan moet ik dan hou je gewoon in je. Maar je hoeft niet te oefenen? Nee, dat kan niet, want ze staan natuurlijk niet elk jaar hier de palen. Maar ja, het is niet dat jij ergens hier woont en dat iemand in de omgeving jouw paal kan zien staan? Nee. Hoe moeilijk is dat nou? Het is wel heel moeilijk. Je moet goed concentreren waar de gaten zijn en zo. Maar ja. Wat is jouw tijd? Zien, weet je dat al? Nee, dat weet ik nog niet. Wat kun je eens uitleggen? Hoe werkt het? Je hebt nou net geklommen. Ja, iedereen mag een keer klimmen en dan meten ze je tijd op en dan wie de snelste tijd heeft. Ik sta bij Annemarie. Annemarie, goede avond. Goedenavond. Het is jullie gelukt. Jullie zijn eigenlijk het eerste soort kleine festival in de regio, mag ik dat zeggen? Mag je wel zeggen, zeker, ja. Hebben jullie daar hard voor moeten werken om het voor elkaar te krijgen? We moeten uiteraard voldoen aan alle eisen van de coronaregels die er nu zijn. Ze zijn er nogal wat, toch? Ja, het lijkt me ook vrij ingewikkeld in deze tijd. Ja, dat is het zeker. Vooral, ja, en spannend ook, want het is eigenlijk, we hopen wel en we hebben wel een verwachtingspatroon, maar of iedereen zich ervan kan houden, dat weten we natuurlijk niet. Maar... Ja, want het is het WK paalklimmen en dan denken mensen meteen, oh, wereldkampioenschappen. Ja. Dat is het niet helemaal. Ik heb het straks al verraden, het is Weibossen. Als ik zo de presentator hoor, dan is het ook wel iets wat hier echt in de families zit. Ja, er zijn wel verschillende families die klimmen, ja, die meedoen voor de prijzen dan. Hè? En nou spraken wij net iemand die klimt en die had geen paal in de tuin, maar ik dacht dan misschien zien we over een paar jaar Weibossen allemaal palen boven de grond, dan weten we waar het voor is. Ja, dat zou wel grappig zijn, dat is misschien een idee. Gewoon iedereen een paal in de tuin? Nee, weet ik niet. Nee. Ja, goedenavond jongens. Ik hoor dat jullie ook af en toe hier op het podium staan. Jazeker. Hoe is dat nou? Zo voor het eerst denk ik in lange tijd. Ja, weer lang geleden. Het is wel spannend, maar zeker leuk. Zeker leuk. Mooi dat het weer kan. Hoe is dat voor jullie? Sowieso is al zei, lang geleden. En lekker nou weer even in zo'n opstelling mogen. Dus ik vind het wel leuk. Ja, wat spelen jullie? Gewoon lekker iets spelen en dan we zien het allemaal wel. Ja, wat kunnen jullie even voorstellen? Wie zijn jullie? Ik ben Hielke. En jullie zitten in welke band? To the Max. Ja, dames en heren, dit was een paal en pop voor de vrijdagavond voor de jeugd. Morgen, als u nog wilt klimmen en u bent ouder dan 18+, dan kunt u om 6 uur hierheen komen en u eigenlijk inschrijven voor de zaterdagavond om nog te klimmen. Het feestje hier gaat nog even door. Ik ga naar huis. Blauw duimpje zou leuk zijn. Houdoe! Zo.